Brian Smeets die zei zojuist, Henk de Jong, ik denk dat ik speel, want ik ben weer helemaal fit. Is dat ook zo? Ja, dat is zo. Als je fit is, dan is dat zo. Kijk, Brian die had vorige week, was je heel eerlijk. Hij zei, ik heb een tik op mijn enkel gehad, was ook blauw. Op het laatste moment, hè? Laatste moment. Gewoon eerlijk, train. Ik ben niet 100%. U moet een ander inzetten. Ja, dat vind ik wel heel klasse van hem. En dat hebben we gedaan. En Joes heeft het goed gedaan. Maar als je kijkt naar de wedstrijd die we gespeeld hebben. Ik heb net ook verteld van de andere zender. Bij 8 van de 13 goals is Brian betrokken. En dat moet je ook zien. Hè? En, dus je moet geen domme dingen doen. En dat is ook belangrijk voor een team. Het is je aanvoerder. Ik heb even strijd met hem gehad. Ik vond dat het ook moest. Hè? En daarna is je dus bij alles betrokken wat er is. Nou, daar kijk ik naar. Wat voor strijd was dat eigenlijk? Een prachtige strijd. Ik wou dat hij veel meer deed richting goal. En, hij is ook wel een beetje geniaal in dingen. En daar veel meer in. En dan ga je even met elkaar strijden. Prachtig. Is wel een jongen naar jouw hart? Ja, een mooi mannetje. Ik hou er wel van dat ze niet altijd met je eens zijn. Maar wel als een kerel gedragen. En dat is nou het voorbeeld van vorige week. Dat hij zei, train, ik ben niet 100% fit. U moet er een ander in zetten. Dat vond ik fantastisch. Dus hij speelt weer. De rest blijft intact. Zelfde opstelling als tegen Jong PSV. Ja, klopt. Klopt. Zo gaat het worden. Als jullie winnen, morgenavond van RKC thuis. Ongetwijfeld weer met een enthousiast publiek. Bijna volle Vijverberg. Supporters zeggen, dan is de Graafschap een heel eind. Nee, dan zijn we nog niet een hele eind, want dan hebben we nog 3 hele zware. Volendam nog uit bijvoorbeeld? Volendam uit, MVV thuis, Almere. Nee, daar moeten we niet naar kijken. RGC wordt een hele lastige. Als we die winnen, dan is RGC in ieder geval weg bij de periode. En dan kunnen we ons focussen op Volendam. Maar we moeten niet gaan zeggen dat we dan een heel eind zijn. Een heel eind ben je pas als je die periode hebt. Anders heb je een dramatisch seizoen gehad. En dan is het toch extra opvallend dat jullie toch nu hier meedoen? Ja, ze zeggen dat onze seizoenen lang duren. Maar ja, laten we dat ook hopen. Nee, het is gewoon goed dat wij uit die shit zijn gegaan. En dat we er nog het beste van maken. En dat doen we ook door wedstrijden te winnen. Met een volle Vijverberg. Dan moet dat morgen ook gewoon echt lukken.